Korps, op de plaats. Rust. Welkom bij deze ceremonie. In het bijzonder de wethouder Maarten Jielissen, wethouder van de gemeente Landverkuik. De majoor Sanneke Brouwers, krijgsmachtige moezenier, veteranen Zuid-Nederland. Een delegatie van de vereniging Oud-Militaire Kuik. De harmonie Gaudete en Domino. De erewacht bestaande uit het historisch depot Koninklijke Marechaussee. De vereniging Oud-Militaire Kuik. En leerlingen van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap ROC Nijmegen Boksmeer. Basisschool De Zevensprong Kuik, die het monument voor de Nederlandse militair geadopteerd hebben. Familieleden, overige belangstellenden. Nog steeds liggen langs de boorden van de Maas de stille getuigen van de laatste wereldoorlog. Onwezenlijke herinneringen aan een lang verloren tijd. Grauwe brokstukken van stukgeschoten en beschadigde kazematten. Hier werd door het 2e bataljon, 26e regiment infanterie en het korps politietroepen gestreden en stand gehouden bij de verdediging van ons land. Hun offer droeg bij aan de vrijheid die we nu hebben. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt. Want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept de verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren. Laten we hen die hier het hoogste offer brachten herdenken. Kapelmeester, blijf mij nabij. Moezenier Sanneke Brouwers uitnodigen voor haar toespraak. We zijn vandaag bij elkaar om degenen te herdenken die hier vochten en stierven voor onze vrijheid. Het is 78 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Een lang mensenleven geleden. Het is goed hier stil bij te blijven staan. Omdat we eer willen brengen aan degenen die hun leven hebben gegeven. Maar ook omdat de Tweede Wereldoorlog voor toekomstige generaties meer is dan een geschiedenisles. Het is een levensles. Want het was eigenlijk niet de wreedheid die het meest angstwekkend is, maar juist de alledaagsheid. Dat het gewone mensen waren die afschuwelijke dingen deden. Ambtenaren die op kantoren sluipenderwijs bijdroegen aan het vermoorden van miljoenen Joden. Door de Joodse filosofe Hannah Arendt is dit treffend verwoord als de banaliteit van het kwaad. En daarmee bedoelt zij dat het kwaad tot uiting kan komen in gewone mensen. Ze stelt dat het geen slechte bedoelingen zijn die ten grondslag liggen aan het kwaad, maar de afwezigheid van kritisch denkvermogen en het niet nemen van eigen verantwoordelijkheid. Dit sluit aan bij wat Zygmunt Bauman zegt. Hij zegt dat we de Holocaust niet eens barbaars kunnen noemen, want het was juist de moderniteit op het hoogtepunt van de beschaving die de ramp mogelijk maakte. De bureaucratie, sociale afstand, efficiënte processen en afgeschoven verantwoordelijkheden.
Bouwman ziet net als Arendt dus gehoorzaamheid, verantwoordelijkheid, afschuiven en het niet zelf blijven nadenken als oorsprong van het kwaad. En dat is wanneer we computers voor ons laten nadenken. Wanneer we systemen beslissingen laten nemen waarin de menselijke maat verloren gaat. Wanneer we gemakzuchtig zijn met onze informatiebronnen. En deze lessen zijn belangrijk ook de komende 80 jaar te blijven herhalen. En terwijl we hier herdenken, voelen we ons ook verbonden met burgers en militairen die op dit moment strijden voor vrijheid en veiligheid in hun land, Oekraïne. Dappere mannen en vrouwen vechten voor hun toekomst die met onze toekomst verbonden is. We hopen dat er snel een einde komt aan deze bloedige oorlog. En terwijl we hier herdenken, gaan onze gedachten ook naar Nederlandse militairen die zich inzetten voor vrede en veiligheid. En ook onder onze militairen vallen slachtoffers en gewonden, fysiek, mentaal of moreel. Nabestaanden van omgekomen militairen hebben zich deze week uitgesproken over hoe de omgedraaide vlag hun kan kwetsen. Want de gesneuvelde militair wordt onder deze vlag weggedragen. We zijn dankbaar te leven in een land waar we mogen geloven, herdenken en onderwijzen. Want leerlingen, studenten en leerlingen van de Zevensprong. Misschien is school niet altijd even leuk, maar het is fijn dat we in Nederland mogen leren om kritisch na te denken. En daarom wil ik speciaal jullie en de scouting aanmoedigen om de woorden van de wereldberoemde filosoof Hannah Arendt in de oren te knopen. Dat het kwaad niet begint bij slechte mensen, maar bij mensen die niet nadenken over goed en kwaad. Of die gedachteloos gehoorzamen. Ik wil jullie vragen, blijf kritisch nadenken en daarom ook herdenken. En dat is andere perspectieven innemen, ondersteboven kijken, verdwalen in het verleden, je verplaatsen in de helden en dansend de toekomst in. Dank u wel. We gaan verder met het dodenappel. Voor zover het mogelijk is, verzoek u om te gaan staan. Opgelet. Ingedeelde militairen. Geeft. Acht. Brengt ere. Goed. Sergeant Peter Bannenberg. 35 jaar. 2-2-26 RI. Soldaat Johannes Bavink. 24 jaar. 1-2-26 RI. Korporaal Dirk Beers, 23 jaar, korps politietroepen. Sergeant Pierre Kleves, 29 jaar, 3-2-26 RI. Soldaat Marcus van het Geloof, 30 jaar, 1-2-26 RI. Korporaal Daniel Kompier, 22 jaar, korps politietroepen. Soldaat Jan Groenenberg, 22 jaar, 3-2-26 RI. Sergeant Theo van Grunsven, 31 jaar, 2-2-26 RI. Corporaal Petrus Jaspers, 22 jaar, korps politietroepen. Sergeant Adrianus Hendricks, 21 jaar, 4-2-26 RI. Kapitein Frans van Hogehuizen, 38 jaar, commandant 3e Compagnie, 2-26 RI. Sergeant Franciscus Nefs, 47 jaar, korps politietroepen. Corporaal Adrianus Jacobs, 28 jaar, 1-2-26 RI. Soldaat Harry Jansen, 34 jaar, 3-2-26 RI. Corporaal Jan Hendrik Pels, 25 jaar, korps politietroepen. Soldaat Peter Litjens, 34 jaar, 1-2-26 RI. Corporaal Adrianus Stoets, 21 jaar, korps politietroepen. Soldaat Johannes Mallens, 31 jaar, 1-2-26 RI.
26 RI. Soldaat Johannes Populiers, 35 jaar, 1, 2, 26 RI. Soldaat Marinus Roos, 20 jaar, 4, 2, 26 RI. Korporaal Petrus Verplak, 24 jaar, korps politietroepen. Soldaat Johannes van der Rijt, 32 jaar, 3, 2, 26 RI. Korporaal Jacob Tromp, 32 jaar, 3, 2, 26 RI. Korporaal Johannes Terlaak, 22 jaar, korps politietroepen. Soldaat Kors Verwij, 35 jaar, 4, 2, 26 RI. In de houding, staat op de plaats, rust. We gaan verder met het signaal tap toe, gevolgd door een minuut stilte. In de houding, staat, op de plaats, rust, rust. Thank you.
Dood, dat was het enigste waar je aan kon denken. Het was niet zoals het nu is. Niet lekker buiten spelen, nee, gewoon opgesloten in je huis. In het donker huis. En een brief van je familie? Nee, alleen een brief dat je familie er niet meer was. Maar vergeet niet, OZO, Oranje zal overwinnen. We zullen ze, uit onraad. We zullen ze, uit hoop. We zullen ze. We zullen ze helaas snel en onvoorstelbaar. We zullen ze, het geluid en het verdriet. We zullen ze. We zullen ze, erna of ervoor. We zullen ze. Laat of vroeg, we zullen ze. Zij zullen hem, hij redt gewonden. Zij zullen hem, een uur later, zij hebben hem. Zij zullen hem, houdt hen tegen. Zij zullen hem, bombardeert een brug. Zij hebben hem. We zullen ze, voor hun vaderland. We zullen ze, ook naar hun dood. We zullen ze, helaas te laat. We zullen ze. Leven met oorlog. Een lange tijd geleden was er hier oorlog. Vandaag, morgen en gisteren. Altijd is het er wel. Even denk je, het is voorbij, er is vrede. Maar nee, nog steeds is er oorlog. Maar waarom, denk ik dan, waarom geen vrede? Met oorlog los je toch niks op. Even denk je, het is voorbij, er is vrede, maar nee. Tot de dag van vandaag is het er nog, steeds. Oorlog is toch niet fijn, waarom zou je het willen? Oekraïne, daar is oorlog, maar daar niet alleen, nee. Rond de hele wereld is er wel oorlog, op dit moment. Leuk dat wij vrede hebben, maar wij zijn niet alleen. Ook de rest van de wereld verdient vrede. Gaat het ooit gebeuren, vrede? Dames en heren, geachte aanwezigen. De jaren verstrijken. En met de jaren wordt ook onze afstand tot de Tweede Wereldoorlog steeds groter. In tijd gemeten is dat niet te ontkennen. Maar als je op een andere manier naar kijkt, is dat wat ons vandaag bij elkaar brengt. Het herdenken van hen die hier in mei 1940 zijn gesneuveld. Nog steeds erg dichtbij en springlevend. En dat doet goed. Want hoewel het alweer ruim 80 jaar geleden is, hebben wij allemaal nog steeds een relatie met de Tweede Wereldoorlog, of andere oorlogen sindsdien. Het herdenken is, net als het doorgeven van oorlogservaringen en verhalen, niet alleen een belangrijke vorm van verwerking gebleken. Het is ook een manier onze kinderen en kleinkinderen, de volgende generaties, te waarschuwen voor het gevaar van oorlog. Deze jonge generaties geven hun eigen duiding aan het oorlogsverleden. Op basis van de verhalen die zij hebben doorgekregen. Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is dit jaar Leven met Oorlog. Met dat thema kijken we tijdens deze en andere herdenkingen in het bijzonder naar de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. En het feit dat er vandaag, na zoveel jaar, nog steeds veel familieleden van de op 10 mei hier gesneuvelde 10 mei 1940, gesneuvelde militairen aanwezig zijn, doet ons beseffen hoe groot de impact van zo'n oorlogssituatie ook vandaag de dag nog steeds kan zijn. Leven met oorlog. Dat betekent ook dat we de volgende generaties willen blijven doen beseffen wat oorlog echt betekent. En dat is hard nodig, want voor de jeugd is die vrede, onze vrijheid, haast vanzelfsprekend geworden. Terwijl oorlog
de meest ingrijpende bedreiging van onze vrijheid vormt. In een land in oorlog gaat die vrijheid in één klap verloren. Een groter gevoel van onvrijheid is er niet. Wij herdenken hen die zijn gesneuveld in Katwijk en omgeving bij de Duitse inval op 10 mei 1940. Twee markante objecten in het landschap helpen ons herinneren. Het monument waar we nu bij staan en de rivierkazemat Zuid iets verderop. Het zijn stille getuigen van toen. Dames en heren, samen zorgen we ervoor dat die herinnering levend blijft. Opdat wij nooit zullen vergeten. En tenslotte dank aan u allen hier aanwezig. Met uw aanwezigheid heeft u vandaag gezorgd voor een mooie, waardige herdenking. Ik wens u allen een prettige dag en ik hoop u volgend jaar weer te mogen zien hier in Katwijk. Ik wens u vrede. Ik heb weinig toe te voegen aan het dankwoord van de heer Maarten Jielissen. U bent aansluitend uitgenodigd voor een kop koffie en even na te praten bij Café Verkempen.